Porsche heeft onlangs de miljoenste 911 gebouwd en in plaats van die auto meteen in het museum te zetten, gaat die auto de wereld rond voor een enorme roadtrip. Wij stappen in op het mooiste deel en ze rijden niet alleen die miljoenste 911, maar, nou ja, de hele familie. Waar zijn we dan precies? Nou, we rijden van Edinburgh honderden kilometers naar het randje van Isle of Skye. Nou, en dit is eigenlijk niet zomaar een roadtrip, nee, het is een rijdend museum. Ze hebben van alles uit de kast getrokken om maar die miljoenste auto goed te vieren. We hebben een 911 Targa uit 1967, we hebben een Carrera Clubsport uit 1985, 993 Targa en deze, een 911 GT3. Nog geen 300 mijl op de klok. 500 pk, 4 liter boksenmotor. En gewoon weer een handbak. Ja, dan denk je dat die 911 GT3 bijzonder is. Maar deze is nog net een stukje specialer. Dit is namelijk een 911R. Niet zomaar een 911R, nee, nummer 0. Porsche heeft het 991 gemaakt. En nou ja, zoals je misschien weet, een 4 liter uit de GT3 RS, 500 pk. En dan gekoppeld aan weer een handbak. Dus net als die auto die we net reden. Maar ja, nu verpakt in een iets klassieker ogende 911. Voordat hij op de markt kwam, was hij al uitverkocht. Alle 991 stuks, ook al kostte die auto dik 250.000 euro, allemaal uitverkocht. Zoveel vraag. Op een gegeven moment dacht de eigenaar, nou, ik ga hem veilen. Bracht gewoon meer dan een miljoen op. En toch, hè, ingetogen uiterlijk, die ruitjesbekleding. En die handbak en deze motor. Ik snap het wel. Stap je uit die gelimiteerde 911R in een auto die nog gelimiteerder is, namelijk de 911 Speedster. Van deze auto zijn er maar 356 stuks gemaakt. Het is namelijk een eerbetoon aan de allereerste Speedster. Dat was een 356 Speedster. Nou, dat verklaart het aantal. Wat maakt die auto nou bijzonder? Nou, hij heeft die achterkant met die dubbele bubbel eigenlijk. Hij heeft een voorruit die wat vlakker ligt en dan krijgt de motor 3,8 liter, die kreeg ook nog eens 23 pk erbij. Nu 407 stuks. Ja, en die 997, dat was de best verkochte generatie. En dan is dit de meest bijzondere 997 die er is. Ja, dat klinkt niet gek, toch? Ja, dan gaan we van de best verkochte generatie Porsches 911 naar de minst verkochte. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want volgens puristen is dit de 911 die je moet hebben. Dit is namelijk de 993. Oftewel, de laatste luchtgekoelde Porsche 911. En dan zitten we ook nog eens in een heel bijzondere versie. Want nou ja, je ziet het misschien al, dit is een Targa. Voor de 993 koos Porsche voor een nieuw Targa concept. Niet meer die grote rolbeugel erachter overheen, maar een glazen schuifdak. Het schuift het dak eigenlijk voor de achteruit. Heel bijzondere constructie. Ja, het ziet er ook gewoon eens hartstikke mooi uit. En nou, op dit moment ben ik er eigenlijk wel blij mee, want het Schotse zonnetje is een Schots buitje geworden. Ja, en van
die 993 Targa gaan we naar het origineel, zijn verre voorvader uit 1967. In 1967 werd deze auto gelanceerd en eigenlijk speciaal voor de Amerikaanse markt. Porsche had namelijk het idee dat in Amerika geen cabriolets meer verkocht zouden worden vanwege nieuwe veiligheidseisen. En daarom kwam die zo herkenbare Targa-beugel op die auto te staan. Uiteindelijk bleek het niet het geval, maar die Targa die was al ontwikkeld en dus werd die gewoon verkocht. Nou, en dit is weer een heel bijzonder exemplaar, want uit 1967, nog geen 5000 kilometer op de teller, 4549 om precies te zijn. Ja, en het rijdt zo gemakkelijk. Echt fantastisch. En ja, het oude beestje is dan misschien een heel klein beetje incontinent, maar dan mag de pret niet drukken. Zomaar even 50 jaar vooruit in de tijd. 50 jaar van 1967 naar 2017, naar de auto waarvoor we hier zijn. De miljoenste Porsche 911. Het is een heel bijzonder exemplaar. Hij is niet gebaseerd, zoals je misschien zou denken, op de allereerste Porsche 911 die werd gebouwd. Nee, hij is gebaseerd op de Porsche 911 van Ferdinand Porsche. Die bestelde zijn auto in 1964 in het groen. Een kleur die toen nog niet te bestellen was. Irish Green werd het later. En nou, Irish Green. Die kleur heeft deze auto ook. Hij heeft zelfs dezelfde bekleding. Hij heeft ook weer een houten stuurwiel. Helemaal af. Achterin zit een 3 liter boxermotor. 450 pk. Dat is namelijk de Carrera S met het performance package. En zoals het hoort in een moderne klassieker zit er uiteraard een handbak in met 7 versnellingen. En dan klinkt het misschien best apart hè, dat je die miljoenste auto eigenlijk een wereldreis laat maken. In Schotland, door China, door Amerika, overal gaat die auto een roadtrip maken. Dat doet Volkswagen, doet dat niet met elk miljoenste Golf die ze bouwen. Want ja, die bouwen ze gewoon elk jaar, bouwen ze daar ongeveer 1 miljoen stuks van. En toch is het wel heel bijzonder dat Porsche 1 miljoen exemplaren van die 911 heeft weten te produceren. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dit is wel een auto waar een behoorlijk prijskaartje aan zit. En het is toch iets om over na te denken, want ja, Porsche heeft gewoon ruim 50 jaar erover gedaan om deze mijlpaal van 1 miljoen te bereiken. En over 50 jaar, nou ja, in deze tijden van elektrische auto's, autonoom rijden, is er dan over 50 jaar nog wel ruimte voor een sportwagen? Ja, voorlopig is het einde van de Porsche 911 nog echt niet in zicht. En nou ja, wat mij betreft, laten we ervoor zorgen dat dat zo lang mogelijk duurt.